Oké, gaan we beginnen. Welkom op een zonnige vrijdagochtend, maar stormde. Dus het was niet echt weer om naar buiten te gaan op de les. Als het mooi weer is, als het een beetje droog is, dan gaan we naar buiten. Afgelopen woensdag waren we naar buiten. Dat zag er 's middags niet echt florissant uit. Maar het was heerlijk 's avonds. Zonnetje scheen. Dus, het was echt lekker. Dus op het moment dat het nu een beetje weer is, dan is het ook meteen goed. Dat denk je als je binnen zit, dat kan nooit. Het is vast te koud of te nat. Het kan al snel. Goed, kom maar rechtop zitten. Doe je kruin naar het plafond. Maak je nek lang. Ontspan je schouders. Ontspan je armen. Doe je zitpotten in de grond. Ontspan je kaken. Je lippen zacht. Je tong zacht in je mond. Ontspan je neusgaten. Voel de lucht je neus in en uit gaan. Observeer de adembeweging in je lichaam. Voel je romp bewegen. En breng je handen voor je hart in Namaskara Mudra. En met een mooie glimlach zingen we 3 keer Om. Amen. Formuleer voor jezelf jouw Sankalpa. En breng je keel naar je hart. Knip je ogen open. Kijk naar je vingers. En met een mooie glimlach kijk je weer op. En strek je benen even uit. Wie wil je benen los? Zit goed op je zitpotten en draai je enkels los. En draai ze de andere kant op. Maak je rug lang, doe je kruin naar het plafond, ontspan je schouders. En kom je tot stilstand, dan zet je je voeten aan de mat, zet je handen achter je neer. En laat je je knieën naar links zakken. En laat je knieën naar rechts zakken. En breng ze naar links. En breng ze naar rechts. Rustige bewegingen als de ruitwissers van een auto. En kom je in het midden tot stilstand. En kom je weer rechtop zitten. En kom je in kleermakers zitten. Trek je armen uit langs achter vuisten. Zit goed op je zitpotten, je schouders laag. En draai je polsen los. En draai ze de andere kant op los. Schouders ontspannen, nek ontspannen, kaken zacht. En kom je tot stilstand en strek je armen uit op schouderhoogte. Spreid je vingers, schouders laag. En klap je handen op. Duw je vingers naar het plafond, spreid je vingers, hou die schouders laag, duw die pols weg. Maak je klauwen van je vingers. Knijp het beet.
En klap je polsen om en breng je vingertoppen naar elkaar toe. Breng je vingertoppen naar elkaar toe in je handpalm. En klap ze weer omhoog en spreid je vingers. Duw je polsen weg, schouders laag. Maak klauwen, knijpen, 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 knijpen. En die klauwen zonder je schouders aan te spannen. Nek blijft zacht. En klap je handen om. Hou je vingertoppen bij elkaar in je handpalm. En de laatste keer strek je vingers weer uit. Duw je polsen weg, schouders ontspannen, nek lang. Duw je staartpen in de grond. Maak je klauwen, knijp in je vingers. Hou het beet, hou het beet. En klap je handen om in je handpalm, vingertoppen bij elkaar. En wiebel je armen los. Een opluchting zo, hè. En ontspan je armen, je schoot. Ontspan je nek, ontspan je schouders. En op je inademing strek je armen op omhoog. En op je uitademing draai je naar rechts. Kijk over je rechter schouder naar achter. Draai je rechter loon naar achter. Doe je kruin naar het plafond. Ontspan beide schouders. Aan, uit. En op je inademing kom je in het midden op omhoog. En adem uit, draai je naar links. Ontspan je schouders. Kijk over je linkerschouder, draai je linkerlong naar achter. Kruin naar het plafond. Adem hier uit. En adem in, kom in het midden op omhoog. Zet je handen neer, strek je benen uit, wiebel ze los. En wissel van been, andere been voor. Zit goed op je zitpotten en zet je handen naast je neer. Adem in, strek je linkerarm op omhoog, ontspan je rechter schouder en kom naar rechts. Duw je vingertoppen weg, strek je arm uit, ontspan je rechter schouder. Blijf rustig ademen en kijk je misschien langs je bovenarm naar het plafond. Volgende stretch in je linkerflank. En op je inademing kom je op omhoog. En til je rechterarm op. Ontspan je linkerschouder. En adem uit. Kom naar links. Duw je rechterarm weg. Duw je pink weg. Duw je zitpot in de grond. En kijk je langs je bovenarm omhoog. En om rustig in en uit. En adem in, kom op omhoog. Zet je handen neer. En relax. Kom op handen en knieën. Vingers verspreid, knieën onder je heupen. Wiebel je heupen heen en weer. Duw je vingertop stevig in de mat. Duw je knokkels in de mat. En kom je tot stilstand en kantel je bekken, maak een holle rug. Adem in, kijk schuin omhoog. Adem uit, maak een ronde rug, kijk naar je navel. Adem in, ontspan je buik, doe je borst naar voren. Adem uit, trek je navel in. Doe je schouderbladen uit elkaar. Adem in, kantel je bekken. Trek je schouderbladen naar elkaar toe. Adem uit. Trek je navel in. Trek je staartbeen onder. Kijk naar je navel. Adem in. En adem uit. Adem in. Holle rug. Trek je schouderbladen naar elkaar toe. Adem uit. Maak een ronde rug. En met die ronde rug breng je je billen naar je hakken. En adem in. Strek je armen op omhoog en kom op je knieën staan. Kijk naar je handen. Adem uit. Kom zitten in een child's pose. Zet je knieën wat wijder neer. Ontspan je hoofd op de mat. Adem in, kom op handen en knieën. Doe je borst naar voren en doe je staartbeen naar achter. Maak een holle rug. Adem uit, maak een ronde rug.
Breng je billen naar je hakken. Adem in, kom staan, handen of op je knieën. Trek je armen uit, kijk naar je handen. En adem uit, kom in een child's pose. Ontspan je voorhoofd op de mat. Laatste keer, adem in, kom op handen en knieën. Maak een holle rug, doe je borst naar voren, trek je schouders naar achter. Adem uit, maak een ronde rug, trek je navel in en breng je billen naar je hakken. Kijk naar je navel. Adem in, strek jezelf op, kijk naar je handen. En adem uit, kom liggen in een child's pose. Ontspan je voorhoofd aan de mat. Observeer hoe je child's pose is op dit moment. Observeer waar je adem is op dit moment. En op je inademing kom je op handen en knieën. Leg je tenen in de mat. En duw jezelf weg in een downward facing dog. Maak je rug lang. En wandel je benen om en om. Om en om buigen en strekken. Doe je vingertoppen in de mat. Voel stretchen je kuiten, je billen. Ja, hele spieren misschien. Misschien voel je het juist in je rug, op je schouders, je bekken. Duw je staartbeen omhoog. Trek je navel in. En laat je hakken naar de grond zakken. Trek je schouderbladen naar elkaar toe. En wandel je voeten naar je handen. En kom je in een vooroverbuiging. Zet je handen op je scheenbenen, doe je borst naar voren, maak een tafeltje, doe je kruin naar voren, trek je schouderbladen naar elkaar toe. Adem uit, kom in een vooroverbuiging. Zet je handen op je heupen, adem in, til je borst op. En kom overeind. En kom in een spreidstand staan, op de mat. Even fatsoenlijk aankleden. Oké, spreid je armen. Duw goed je kleine tenen in de mat. Trek je knieschijven op. Hou je kruin recht boven je heupen. Je schouders boven je heupen. En dan wiek je jezelf van links naar rechts. Dan knijp je je taille. Maar hou je armen ten opzichte van elkaar stil. Tijd geleden dat we deze hebben gedaan, op speciaal verzoek van iemand, heb ik hem weer geïntroduceerd. En ik kan je vertellen, je gaat hem voelen in je tijd. Ik wel in ieder geval. En als het goed gaat, dan wiek je jezelf ietsje sneller heen. Je houdt je armen stil ten opzichte van elkaar. Trek die knieschijven op. En hou je hoofd in het verlengde van je rug. En kom je tot stilstand. Duw je kleine tenen in de mat. Trek je knieschijf op. En breng je rechterhand naar je linkerbeen. En til je linkerarm op naar het plafond. Draai je linkerschouder weg van je oor. En dan breng je linkerhand naar je rechterbeen op de grond. En til je rechterarm op. Draai je rechterschouder weg. Open. Dus je borst is geopend. En wissel van kant. En wissel. En wissel. En wissel. En wissel. En wissel. En wissel. En als het goed gaat, dan voel je het tempo een beetje op. En kom je tot stilstand. En zet je handen onder je schouder op de grond. Duw je zitbotten naar achter. Duw je staartbeen naar achter.
Maak je rug recht. Doe je borst naar voren. Doe je kruin naar voren. Trek je schouderbladen naar elkaar toe. Strek je arm uit naar voren. Duw die vingertoppen naar voren. En zet je handen op je heupen. Buig je knieën en rol jezelf rustig op. En kom je staan aan de voorkant van de mat. Met je handen voor je hart en namaskara mudra. Voor de zonnegroet. Adem in, maak je lang. Adem uit, kom in een vooroverbuiging. Adem in, tafeltje. Adem uit, vooroverbuiging. Rechterbeen naar achter, lunge. Linkerbeen naar achter, plank. Knieën, borst, voorhoofd aan de mat. Adem uit. Adem in, cobra. Adem uit, downward facing dog. Rechter voet tussen je handen, lunge. Linker voet tussen je handen, vooroverbuiging. Adem in, halve vooroverbuiging. Adem uit, vooroverbuiging. Handen voor je hart. Adem in, strek jezelf uit. Urdhvanasana. Adem uit, namaskara mudra. Tweede ronde, adem in, maak je lang. Adem uit, vooroverbuiging. Adem in, halve vooroverbuiging. Adem uit, vooroverbuiging. Linkerbeen naar achter, lunge. Rechterbeen naar achter, plank. Ashtanga namaskara. Adem uit. Adem in, cobra. Adem uit, downward. Linkervoet tussen je handen, lunge. Rechtervoet tussen je handen, vooroverbuiging. Adem in, halve vooroverbuiging. Adem uit, vooroverbuiging. Handen voor je hart. Adem in, Urdhvanasana. Adem uit, namaskara mudra. Adem in, maak je lang. Adem uit, Uttanasana. Adem in, Ardha Uttanasana. Adem uit, Uttanasana. Rechterbeen naar achter, lunge. Doe je rechterhand in de mat. Adem in, til je linkerarm omhoog in een twist. Linkerhand aan de grond. Stap naar achter in een plank. Adem uit. Knieën, borst, voorhoofd aan de mat. Adem in en uit. Adem in, cobra. Bhujangasana. Adem uit, Adho Mukha Svanasana. Rechtervoet tussen je handen, lunge. Linkerhand stevig in de mat. Adem in, trek je rechterarm op omhoog. Twist. Rechterhand in de grond, stap tussen je handen in een vooroverbuiging. Adem in, Ardha Uttanasana. Adem uit, Uttanasana. Handen voor je hart, adem in, Urdhvanasana. Adem uit, namaskara mudra. Ontspan je armen, relax. Ontspan je kaken, ontspan je gezicht. Voel hoe je op de mat staat, wat in je rug is, je heupen, je schouders. En stap je met je linkerbenen achter en draai je linkertenen uit naar de lange zijde van de mat. En kom je in een krijger 2. Buig diep door je rechterknie. Spreid je armen en kijk naar je rechterhand. Duw je staart weer naar de grond. Duw je vingers weg. Kijk naar je rechtervingers. En zit diep in je rechterbeen. Duw je kleine tenen in de mat. Adem in, kom naar voren. Breng je onderarm op je bovenbenen. Breng je linkerarm over je hoofd. Parshvakonasana. Strek je linkerpink weg.
Maak lengte in je linkerflank. Breng je linkerarm op je rug. En pak je bovenbeen als dat lukt. Draai je linkerlong omhoog en kijk ook je linkerschouder naar achter. Ontspan in je kaken. En breng je linkerarm weer over je hoofd. Adem uit. En als het lukt, zet je je rechterhand aan de buitenkant van je rechtervoet op de grond. Zonder je linkerschouder naar beneden. Je rechterhand aan de grond. En hou je borst geopend. Zet diep in je rechterheupen. Doe je voet in de mat. Trek je linkerknieschijf op. En adem in. Kom weer op omhoog. In een krijger 2. Strek beide benen op. Trek je knieschijven op. Draai je linkerhandpalm op omhoog. En wiek jezelf naar voren. In een Uttita Trikonasana. Kijk in je linkerhandpalm. Duw je linkerlong naar het plafond. Strek beide knieschijven op en beide benen zijn gestrekt. Trek je staartbeen onder je. En maak lengte van je staartbeen tot aan je kruin. Hou je borst geopend. Je nek in het verlengde van je rug. Mooi. En zet je je linkerhand onder je schouder op de grond of op een blok, of een kussen, of een boek. Doe je voeten in de mat. En adem in, draai je rechterlong naar het plafond en strek je rechterarm uit. En verdraai de driehoek. Zet je rechterhand aan de grond. Draai je bovenlichaam naar je bovenbeen toe. En adem uit. Breng je neus richting je scheenbeen. Ontspan je kaken, ontspan je gezicht. Buig je door je voorste knie. En kom je in een lunge. Zet je achterste knie neer en duw je heupen naar voren. Heb je gevoelige knie. Vouw je matje dubbel en een kussentje onder. En zet je handen op je voorste knie, duw die heupen naar voren en breng je schouders boven je heupen. Ontspan je schouders, je nek is lang. Duw die heupen naar voren. Hoe meer je naar achteren leunt, hoe zeker het doet aan je knie. Je leunt vooral op je voorste voet en op, op je bovenbeen van je achterste been. Niet boven op je knie, maar een beetje aan de bovenkant van je knie. Ontspan je schouders. En als er ruimte is, buig je achterste been. Lukt dat niet om je achterste been te buigen? Doe deze oefening dan elke dag. En als het lukt, pak je met je linkerhand de binnenkant van je linkervoetbeen. Leg je duim op je grote teen en draai je schouders parallel en strek je rechterarm op omhoog. Ho. Doe je heupen naar elkaar om inderdaad je balans te bewaren. En zet je hand op je voorste knie. Laat je achterste voet los als je een beet hebt. En zet je handen in de mat. En duw jezelf weg. In een downward facing dog. Ik draai het vast even om voor straks. Duw jezelf weg. Doe je vingertop in de mat. Doe je staartbeen omhoog. Kantel je bekken naar voren. Doe je staartbeen weg omhoog en kijk tussen je benen door naar achter. Laat je hakken naar de grond zakken. En strek die armen uit en duw die handen in de mat. Adem in, kom naar een plank. Kijk schuin voor je, hou je nek lang, hou je benen sterk. Trek die knieschijven op,
Duw die hakken weg, trek je navel in. En adem uit, doe jezelf weg. In een downward facing dog. Til je linkerbeen op omhoog. Three-legged dog. En zet je linkervoet tussen je handen. Draai je rechter tenen naar de lange zijde van de mat. En wiek jezelf op. In een krijger 2. En zit diep in je linkerknie. Doe je vingers weg. Doe je kleine tenen allebei in de mat. Ontspan je kaak in je gezicht. Observeer je adem. En adem in, kom naar voren, breng je onderarm op je bovenbeen. Trek je staartbeen onder je en breng je rechterarm over je hoofd. Duw je rechterpink weg. Hou je borst geopend. Trek je rechter knieschijf op. En blijf ademen. Dan breng je rechterarm op je rug. Als het lukt, pak je linkerbovenbeen. Draai je rechterschouder weg van je oren en kijk over je rechterschouder. Til je rechterlong op, hè, richting het plafond. En breng je rechterarm weer over je hoofd. Duw je voeten in de mat, zit diep in je voorste knie. En als het lukt, zet je linkerhand aan de buitenkant van je linkervoet aan de mat. Hou je borst geopend. Als het pijnlijk is, hou je onderarm op je bovenbeen. En adem in, kom weer op in een krijger 2. En strek beide benen uit. Trek je knieschijven op. Draai je rechterhandpalm omhoog. En wiek naar voren. In een Uttita Trikonasana. Strek je rechtervingers naar het plafond. Trek je staartbeen onder en maak de lengte van je staartbeen tot aan je kruin. Blijf ademen. Benen zijn gestrekt. Nek is in het verlengde van je rug. Dan zet je je rechterhand onder je schouder op de grond. Hou je benen gestrekt. Of je hand op een blok of een boek, een kussen. En draai je linkerloom omhoog. En til je linkerarm op omhoog. Blijf ademen en maak lengte van je staartbeen tot aan je kruin. Zet je linkerhand neer. Breng je neus richting je linkertenen. Deel je voet in de mat, trek je knieschijf op. En buig je door je linkerknie en kom je in een lunge. Doe je borst naar voren, je achterste hak komt omhoog. Zet je achterste knie neer. Vrees op de grond, doe je heupen naar voren. Borst naar voren, rug lang. En zet beide handen op je voorste knie. En breng je schouders boven je heup. Ontspan die schouders. Maak je nek lang. Ontspan je kaken. Voel de stretch op de voorkant van je rechterbeen. Over je heup. Je heupgewricht. En buig je rechterbeen als er ruimte voor is. En als het lukt, pak je met je rechterhand de binnenkant van je rechtervoetbeet. Draai je schouders parallel. En strek je linkerarm op omhoog. Til je borst op, duw die heupen naar voren. En duw je voeten en je knie naar elkaar toe. En laat je voet los als je een beet had. Dan zet je beide handen aan de mat. En duw jezelf weg in een downward facing dog.
Maak je lang. Duw je vingertop in de mat. Strek je ellebogen uit. Voel de rek in je oksels. Duw je staartbeen omhoog. Duw je zitbotten naar achteren. Duw de achterkant van je benen tegen de muur achter je. Laat je hakken naar de grond zakken. Trek je navel in. En blijf vooral doorademen. Adem in van de plank. Hou die benen sterk. Duw jezelf weg van de mat met je handen. Duw die vingertop in de grond. Hou die vingertop in de grond. En duw jezelf weer weg naar achteren in een duimerversing doen. Til je linkerbeen op omhoog. Til hem op. Three-legged dog. Zet je voet neer. Til je rechterbeen op omhoog. Til hem op. Duw jezelf naar achter. Zet beide voeten neer. Zet je knieën wijd op de mat. Je tenen bij elkaar. En duw je billen naar achter. En breng je voorhoofd aan de mat. In de balasana. En observeer hoe deze down, of hoe deze child's pose voelt. Ten opzichte van de eerste van de les. Observeer hoe het is in je benen, in je heupen. Je schouders, je nek, je rug, je enkels, je polsen. En observeer je adembeweging. Strek je armen uit. Duw je handen in de mat. Voel de rek op je oksels, op je schouders misschien. Ontspan je kaken, je tong, je mond. En maak lengte in je rug. En op je inademing, duw jezelf op. Op handen en knieën. Wiebel je heup even los. Zet je tenen in de mat en duw jezelf weg in een downward facing dog. Duw die vingertop in de mat. Til je linkerbeen op omhoog. Three legged dog. Strek ze uit, haal bij je benen. Duw jezelf naar achter. En zet je linkervoet tussen je handen. Draai je rechter tenen naar de lange zijde. Wiek jezelf op. In een krijger 2. Draai je borst open naar de lange zijde van de mat. En nu breng je het gewicht op je voorste been, op je linkerbeen. En til je rechterbeen op omhoog. En hou je borst geopend naar de lange zijde van de mat. En trek je rechtertenen naar je toe. Het is mooi een halve maan op het moment, vandaar deze halve maan pose. Oké, en kom terug. En wissel van kant. Draai je rechtertenen naar de korte zijde. Buig door je rechterknie. Kom een beetje naar achter, anders zit ik tegen de muur. Open je borst. Naar de lange zijde van de mat. Breng het gewicht op je rechterbeen. En til je linkerbeen op omhoog. Oh. En open je borst. Breng je lichaam parallel aan de mat. Mooi. En als het lukt, strek je standbeen en kom je terug. En kom je staan
In Tadasana. Ontspan je schouders. Ontspan je armen. Ontspan je polsen. Doe je voeten stevig in de mat. Doe je tenen in de mat. En maak je rug lang, maak je nek lang. Doe je kruin naar het plafond. En breng je handen achter je rug. Vouw je vingers in elkaar. Trek je schouderbladen naar elkaar toe. En strek je armen uit. Kantel je bekken naar achter, dus trek je staartbeen onder. Voel de stretch aan de voorkant van je heupen. Duw je knokkels naar de grond en til je borstbeen op naar het plafond. En laat je nek de kromming van je borst volgen. Duw die knokkels naar de grond. Trek je staartbeen onder en til je borst omhoog. Dus niet naar achter, maar omhoog duwen. Maak je lengte. En kom je naar voren met je schouders. Hou je borst geopend. Buig door je knieën. Kantel je bekken naar voren. Maak een holle rug. En breng je armen naar voren over je hoofd. Kom in een vooroverbuiging. En als het lukt, strek je benen uit. Als het niet lekker is voor je schouders, laat je handen op je heup. Als je armen boven je hoofd kunt brengen, duw ze naar de grond. Trek die schouderbladen naar elkaar toe en voel de stretch op de voorkant bij je borst. De aanhechting met je schouder, je armen. En laat je handen los. Zet je handen naast je voeten op de grond. Of als je handen de grond niet raken, zet je handen op je benen. Maar ontspan je schouders, ontspan je nek, ontspan je gezicht. En kom in een vooroverbuiging. En breng zo goed mogelijk je heupen boven je knieën, boven je enkels. En laat je hoofd hangen, ontspan je schouders, je armen. Duw je tenen in de mat, doe je hakken in de mat. En zet je handen aan de mat. En kom je zitten in het midden van de mat. Zet je voetzolen tegen elkaar aan. Doe je hakken tegen elkaar aan. Doe je knieën weg. En dan pak je of je voet of je scheenbeen een beetje om je schouders naar voren te brengen. Je schouders zijn laag. Je nek is lang. Je kruin wijst naar het plafond. Ontspan je kaken, ontspan je gezicht. Duw die voeten tegen elkaar aan en duw je knieën weg. Voel de lengte in je binnenbeen. En de opening in je heup. Relax je kaken. Til je borst op, maak je rug lang en adem uit, kom vanuit je heupen naar voren. Hou je rug zo lang mogelijk. Kijk schuin voor je. Dus als je naar beneden kijkt, maak je rug rond. Hè? Dus kijk schuin voor je om je rug zo lang mogelijk te houden. En dan als het lukt, breng je ellebogen voor je scheenbeen en duw je jezelf met je ellebogen nog iets langer in je romp naar voren. Maar ontspan die kaken. Duw die voeten tegen elkaar aan. Geef je lichaam de tijd. En op je inademing kom je weer rustig op omhoog. Zet je handen achter je neer. En strek je benen één voor één uit. En wiebel ze los. Ontspan je heupen, je benen. Kom zitten in het midden van de mat. Strek
Trek je benen uit. En buig je rechterbeen voor Janus Hirsasana. Neus naar je knie. Maar we kijken of we de neus richting de tenen kunnen brengen. Dus niet naar je knie, want dan maak je rug rond. Doe je zitbot in de mat. Zorg dat je rechterknie geen zeer doet. Adem in, maak je armen lang. Adem uit, rijd naar voren. Vanuit je linkerheup. Je rechterknie doet geen zeer. Rijd naar voren, naar voren, naar voren. En dan pak je de buitenkant van je linkerbeen beet. Daar waar je handen komen. Maak je rug lang. En adem weer uit. Ontspan je je hoofd, je nek, je schouders. Blijf ademen, hè. En op je inademing maak je weer lang. Trek je uit. Zet je handen naast je neer en strek beide benen uit. Kom zitten op beide zitbotten en de rechterrug. En buig je linkerbeen. Zet je voet aan de binnenkant van je rechterbeen. Janus Hirsasana. Zitbotten in de grond. Adem in, maak je lang. Doe je vingertoppen naar het plafond. Doe je zitbot in de grond. En adem uit, reik naar voren. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. En dan pak je de buitenkant van je rechterbeen beet. Trek je schouderbladen naar achter toe, weg van je oren. En adem uit, ontspan je hoofd, je nek en je schouders. En adem rustig door. Als je niet meer door kunt ademen, ben je te ver gegaan. Kom je een klein stukje terug. Geef jezelf de tijd om de stretch te vinden. Misschien in je linkerheup, misschien in je rechterbeen, misschien wel in je bekken, je schouders, je armen, je nek. En op je inademing maak je jezelf weer lang en kom je overeind. Zet je handen naast je neer, strek beide benen uit en ontspan even. Relax. Zet je voeten in de mat en rol jezelf af en kom je liggen met je knieën naar je borst. Ontspan je schouders. En als je het lekker vindt, wiebel jezelf heen en weer. Je kaken zijn zacht. Je hoofd ontspannen op de mat. En kom je tot stilstand. Zet je voeten één voor één op de mat achter je heupen. En spreid je armen op schouderhoogte. Dan laat je je knieën naar rechts zakken. Hou je schouders aan de mat. En kijk je naar links. Adem rustig in en uit. Ontspan je rechterbeen. Je linkerheup. Ontspan beide knieën, je onderbenen, je enkels en je voeten. Relax. Geef jezelf de tijd om te ontspannen op de mat. Om je adem rustig en vloeiend te maken. En geniet van de draaiing in je rug. Van je staartbeen, je heupen,
Je voelt het in je bekken, je onderrug, je middenrug, je borst, je schouders, je nek. En op je inademing breng je je knieën naar het midden en kijk je naar het plafond. En op je uitademing laat je knieën naar links zakken. Hou je schouders aan de grond en kijk naar rechts. En observeer of deze draaiing van je onderlichaam naar links, dus van je bovenlichaam naar rechts, makkelijker of moeilijker is dan de andere kant. Maak je adem rustig en zacht. Ontspan je knieën, je onderbenen, je voeten. Je gezicht is zacht. En op je inademing breng je knieën naar het midden. Kijk je omhoog. Strek je rechterbeen uit naar het plafond. Til hem op. Trek je tenen even naar je toe. Ontspan je voet dan. En til je linkervoet op naar het plafond. Strek je been uit. En trek je tenen even naar je toe. Voel de stretch in je kuit. En ontspan beide voeten. En leg je handen op je buik. Ontspan je schouders. En kijk of je voeten boven je heupen kunt brengen. Als dat te pittig is voor je hamstrings, buig je knieën een klein beetje. En ontspan die bekkenrand op de mat. Ontspan je onderrug. Zorg dat je nek neutraal is, je kaken ontspannen. En adem in naar je handen. Op je inademing komt je buik omhoog. Uitademing, zakt je buik zachtjes in. En buig je knieën één voor één. Zet je voeten één voor één aan de mat. Zet je voeten matwijd neer en laat je knieën tegen elkaar aanvallen. Ontspan je nek. Je heupen, je schouders. Ontspan je benen. Laat je benen zwaar tegen elkaar aanvallen. Verplaats je voeten als het nodig is. En adem in en uit. Door je neus. En je buik komt rustig op je inademing. En op je uitademing zakt je buik zachtjes in. En leg je handen op je borst. Net onder je sleutelbeenderen. Ontspan je ellebogen en je schouders. En met een mooie glimlach denk je terug aan jouw Sankalpa. Met een mooie glimlach. Leg je handen naast je neer als je het warm aan wilt trekken, doe dat dan nu. En als je wil, strek je benen uit en kom je liggen in Shavasana. In de belangrijkste pose van de les. De belangrijkste pose, omdat ontspanning zorgt voor herstel, voor groei. Je kunt helen, je kunt beter worden.
Maar alleen maar als je ontspant. Als je niet kunt ontspannen, kun je niet goed presteren. Ontspanning lukt het beste als je eerst inspanning hebt gedaan. Vandaar dat we eerst in het lichaam warm hebben gemaakt. Alle spieren en gewrichten zoveel mogelijk hebben gebruikt. Enigszins stress hebben veroorzaakt. En door middel van de adem elke keer weer rust hebben gebracht in het lichaam. Ondanks de inspanning. Zorg dat je lekker ligt en observeer je adem. Observeer hoe je adem je lichaam ingaat en weer uitgaat. Ontspannen je benen, je voeten, je knieën, je dijen, je billen, je heupen. Relax. Voel jezelf zwaar worden op de mat. Relax. Als je niet lekker ligt, ga je verliggen. Relax. Je buik, je borst. Laat je sleutelbeenderen wijd naar buiten vallen, maak je borst breed en ontspan de voorkant van je schouders. Relax. Ontspan je rug, van je onderrug, wervel voor wervel omhoog. Naar je middenrug en naar je bovenrug. Ontspan de spieren in je wervelkolom, in je onderrug, in je middenrug en in je bovenrug. Ontspan je schouders weg van je oren. Ontspan je bovenarmen. Voel je ellebogen zwaar op de mat. Ontspan je onderarmen, je polsen. Je handpalmen zijn zacht en al je vingers krullen zachtjes om. Relax, relax het middelste deel van je lichaam. Relax. Observeer je adem. En breng de aandacht naar je nek. Omhoog richting je hoofd. Voel hoe je hoofd op de mat leunt. Ontspan je hals en je keel. En ontspan je kaken. Je tong is zacht in je mond en je lippen zijn zachtjes gesloten. Je wangen zijn zacht. En je ogen zijn zwaar in je oogkassen. Ontspan je oogleden over je oogbol. Ontspan je wenkbrauwen. Relax, het gedeelte tussen je wenkbrauwen. Ontspan je voorhoofd. Ontspan je slapen. Ontspan de zijkant van je hoofd. De achterkant van je hoofd. Tot aan de kruin van je hoofd. Ontspan je hele hoofd. Relax. Observeer je adem. En misschien hoor je de harde wind wel om het huis heen loeien. Maar stel je dan eens voor dat je hoog boven jezelf in de lucht naar jezelf kijkt. Zie jezelf liggen op de mat. Maar voel de wolken om je heen waaien in de stormachtige wind. En dan kijk je voor je, om je heen, naar boven. En zie hoe de wolken om je heen bewegen.
Soms snel en dan weer even langzaam. Observeer of er ergens een stukje blauwe lucht is. En zie dan hoe rijk je, hoe ver je kunt kijken. Hoe ver de horizon mij vandaan is. Er is geen horizon. Eindeloosheid. Grenzeloosheid. Open. Ruimte en licht. Observeer je adem. En als je gedachten afdwalen, en je merkt dat, dan ben je alweer in het hier en nu. Laat die gedachten dan meewaaien met de wind. Als de gedachte belangrijk is, komt die vanzelf weer terug. Heb er vertrouwen in dat het zich vanzelf weer aandient als je er wat mee moet. Kijk om je heen naar die eindeloosheid, die ruimte en dat licht. Zonder grenzen, zonder beperkingen. Alles is mogelijk. Je kunt ook overal heen. Naar boven, naar voren, naar links, naar rechts, naar achteren. En kom rustig terug. Boven je lichaam en kijk weer naar jezelf. Hoe je ligt op de mat. En voel jezelf weer liggen op de mat. Voel je gedragen wordt door de aarde. Waar je lichaam weer begrensd wordt. Gelukkig maar, je zakt niet door de aarde heen. Word omhoog geduwd. En adem diep in naar je buik. Wiggel je handen en je tenen. En breng je rechterarm boven je hoofd op de grond en je linkerarm over je buik. Buig je knieën. En draai jezelf op je rechterzijkant. Als dat niet lekker is, kom je liggen op je linkerzijkant. Als het niet lekker is voor je schouder, op je nek, op je heup. Leg je hand op je dij en voel hoe je gedragen wordt op de zijkant van je lichaam. Wees je bewust van de mooie lijn die jij hebt gevormd op de mat. En leg je linkerhand voor je borst op de grond. En duw jezelf in een heel rustig tempo op tot een zittende positie. En kom je zitten in een houding die voor jou prettig is. Welkom weer terug. En kom zitten op je zitpotten, of op je kussen, of op een blok, gewoon plat op de mat. Maar voel hoe je bekken een kommetje vormt, waarop jij leunt op je zitpotten. Je schaambod aan de voorkant is van de grond. En je staartbeen is ook van de grond. Dus je kantelt niet naar voren en niet naar achter. Maak je rug lang, maak je nek lang en ontspan je schouders. Adem vier tellen in en vier tellen uit van pranayama samavritti. Maak je adem vloeiend, zacht
En als het goed gaat in 4 tellen, maak er dan 6 tellen van. Als dat goed gaat, maak er 8 tellen van. 8 tellen uit en 8 tellen in. Als dat goed gaat, maak je er 10 tellen van. Of 12. Bedenk dan dat je de hele dag door ademt. Soms wel tot 25.000 keer per dag. En dat het heel belangrijk is hoe je ademt. Dat je door je neus kunt ademen voor een mooie, gedoseerde, rustige adem. Rustig in en rustig uit. Als je er bewust van bent, zorg er dan voor dat je heel goed uitademt. Zodat je heel veel afvalstoffen kwijtraakt via je adem. Zodat je bij je inademing weer zoveel mogelijk frisse lucht binnenkrijgt. Zuurstof 22%, stikstof 78%. En op je uitademing. Adem weer een deel zuurstof uit, stikstof uit en afvalgassen. Hoe meer afvalgassen je uitademt, hoe rustiger je adem wordt. Hoe lager het gehalte aan afvalgassen in je longen, hoe langzamer het signaal naar je hersenen gaat dat je weer opnieuw moet ademen. Het is niet het gebrek aan zuurstof wat ervoor zorgt dat je ademt, maar het overschot aan afvalstof, afvalgassen, wat ervoor zorgt dat je een ademreactie krijgt. Dus adem goed uit. En rustig en vloeiend in. Zonder je adem vast te houden. Maak er niks geforceerds van. Gaat het even niet, ontspan je kaak, ontspan je lippen en begin gewoon opnieuw. Mensen die regelmatig hyperventilatie hebben, die weten dat ze dan niet goed uitademen en alleen maar de neiging hebben om in te ademen. Komt omdat ze niet goed uitademen. Daar krijg je paniekreactie van. Mensen met angststoornissen ademen ook niet goed uit. Mensen met depressies ademen niet goed uit. Dus doe jezelf een plezier, als je er bewust van bent. Adem uit en adem heel rustig in. En kom naar je gewone adem en breng je handen voor je hart. Met een mooie glimlach, wees dankbaar dat jij je mat weer lekker binnen, warm, in je huis neer hebt kunnen leggen. Wees dankbaar dat je de gelegenheid had om met me mee te doen. En wees dankbaar voor wat jij geleerd hebt over jezelf, over je lichaam vandaag. En misschien wel in het algemeen. En over je adem. Dankbaar voor deze ervaring. Laat het op je inwerken. En met een mooie glimlach, breng je handen op je rug, maak van je rechterhand een vuist. Pak met je linkerhand je rechterpols. Open je borst. Adem in. Om Shanti.
Shanti, shanti, shanti. Rol jezelf rustig op. Breng je schouders boven je heupen, leg je handen in je schoot en knip je ogen open, kijk naar je vingers. En met de mooiste glimlach van vandaag, kijk je weer op. Dank jullie wel. Bij mooi weer gaan we volgende week naar buiten. Is het geen mooi weer, zijn we online. Helaas mogen we nog niet naar binnen toe. Wellicht in juni. We houden het in de gaten. Maar bij mooi weer gaan we lekker naar buiten. Als het droog is en niet te hard waait.